zijn er. Eindelijk. Welcome to Axaro. Ja toch? Dit is de plek waar we vanavond gaan spelen, zeg maar. Woep, 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 woep. Oh, hier gaan we zitten. Oh, daar ben ik nu van. Ja, heel intiem. Oké, die afstand is echt niks gewoon. Je zit boven elkaar. Welk liedje ga je doen? Ik ga Imagine doen van John Lennon. En waarom? Waarom doe jij dat liedje? Nou, zeg maar, het nummer deed me heel erg denken aan... ik denk dat ik in klas 2 of 3 zat of zo. Toen had ik wiskunde en ik verveelde me en ik dacht, ik ga gewoon een tekening maken. En toen heb ik dus een tekening gemaakt van mezelf op een podium met heel veel mensen ervoor dat ik aan het optreden ben. Vet. En dan met de tekst, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Wauw. Ik heb niet echt tekenskills, ik vind het eigenlijk ook niet echt leuk, maar... Hoe oud was je? Ja, hoe oud was ik? Ik weet niet, 13 of zo. Ja, je bent opgegroeid in een pleeggezin. Ja, toen mijn zusje 3 was en ik 6, toen gingen we naar een pleeggezin. Ja. Omdat mijn moeder gewoon ja, niet goed genoeg voor ons kon zorgen. Oh, wauw, wauw. Dus toen zijn we naar een pleeggezin in Groningen gegaan en daar heb ik gewoond totdat ik ging studeren. Heb je nog wel contact met je moeder? Ja, ja, ik heb wel gewoon contact en we spreken ook. En je vader? Weet je vader dat je zingt überhaupt? Ja. Ik heb dat hem ook verteld en ik heb ook wel eens filmpjes opgestuurd. Oh, wat gaat hij of dit... verteld waar ik dan mee bezig ben en zo. Dan gaat hij dit te gek vinden. Ja, ja, ik weet niet of hij dit zeg maar echt... Want zeg, hij woont in Londen met zijn kinderen, dus ik weet niet hoeveel hij ervan mee gaat krijgen. Als je, maar... als je het vertaalt voor hem, zegt best singers. Ja. The best singers. Nou, ik heb dat wel gedaan toen... toen we onze video moesten promoten, toen heb ik ook een mailtje naar hem gestuurd van doe maar dit mee, best singers. Wauw, zeker. Ja. En wat, hoe reageer je daar? Ik heb geen reactie gehad, geloof ik. Oh. Ja. We gaan nu naar het strand en dan gaan we onze lieder opnemen, hè? Hi, goedemorgen. Je schrijft veel, toch? Ja. Ja, klopt. Zelf? Ook, maar vooral wel, ja, ik moet zeggen, ik kan mezelf niet echt het creatief brein noemen. Maar ik heb wel, bemoei me er wel mee, zeg maar. Ja, toch? Dus vaak, ik schrijf met iemand dan en dan gaan we zitten. En dan heeft hij wel een bepaald, of nou, ik heb een bepaald idee waar we, wat ik wil. Zeg ja. Maar, en dat is dan een beetje akoestisch pop. En nou ja, dan gaan we. Ja, de ene keer heeft hij bijvoorbeeld al een bepaalde lijn en dan gaan we zitten en dan gaan we verder schrijven. Of de andere keer dan gaan we echt vanaf scratch. Zijn het jouw verhalen meestal? Ja, dat wel. Ja. Waar heb je het dan zo over? Nou ja, vooral de liefde is wel iets waar ik heel goed in ben. Heel goed in ben. Dat kan ik niet zeggen. Dan ben je iemand van de liefde? Ja, nee, ja, jawel. Ben je romantisch? Ja, dat is moeilijk om over jezelf te zeggen, maar... Doe je romantische dingen? Ja, ik denk het wel. Ik ben wel lief, denk ik. Ik ben wel lief. Zeg maar, zodra ik echt gevoelens heb voor iemand of zo. Ja, ja, ja. En dat kan zich uit op verschillende manieren, maar... Heb je wel eens serenade gedaan voor een meisje? Gitaartje erbij. Niet, dat vind ik zo cliché, maar... ja, het werkt wel, zeggen ze. Dus ik heb het nog nooit gedaan. We gaan de lieder filmen. We gaan de lieder filmen op dit moment. Ja. Hoe ervaren jullie je beeld? Gaat het goed? Ik hoop het, ik weet het niet. Jullie zijn nog niet klaar, toch? We zijn nog niet klaar. We zien het volgend jaar, zeg maar. Wat kunnen wij verwachten van Boudin volgend jaar? Wat ben je dan aan het doen? Dan ben ik eindelijk klaar met school, dus ja. Dan kan ik eindelijk wel echt focussen op muziek. En dan hoop ik gewoon dat dit me een soort van platform heeft kunnen geven. Ja. Voor meer mogelijkheden in de muziek. En mogelijkheden, wat moet ik daar aan doen? Nou, gewoon vooral dat ik veel nummers kan uitbrengen, optreden. En wat meer bekendheid kan krijgen in Nederland. Of zo. Ja, wat weten we buiten de muziek niet van je? Dat ik wel op hoog niveau dans ook. Echt? Ja. En wat voor dans dan? Hip-hop dans. Ja. Dus ik had eigenlijk dit weekend dat ik ook NK, maar dat... NK? Ja, Nederlands kampioenschappen voor dansen, maar...
Het houdt niet op met jou. Zo. Nee, maar dus eigenlijk, ik heb zeg maar twee passies wel gehad, dansen en zingen sinds kleins af aan. Maar zingen is wel meer mijn... Wanneer heb je tijd gehad om dit ook nog te ja. doen? Ja, gewoon tijd maken, maar... En studie ook nog, studie, ja. dansen en zingen. Ja, dus dat is iets wat ik erbij doe. Maar dat is natuurlijk met zingen heel fijn te combineren. Ja. Ook al zing ik natuurlijk wel vooral power ballads, dus het is niet dat ik partymuziek zing, zeg maar... En, ja, maar je zou dus niet alleen maar party ballads hoeven zingen. Nee. Ik bedoel, Beyoncé heeft het ook niet alleen maar. Nee, precies. Wat denk je dat mensen niet van jou weten? Ik denk dat mensen niet van mij weten dat ik gewoon eigenlijk ook wel een lief karakter heb, gewoon gezellig. Ik hoor in ieder geval van veel mensen dat ze denken dat ik, zeg je dat, arrogant. Dat hoor je? Ja, nou dat heb ik ook gelezen bij de reacties. Dus ik heb zoiets van, nou eigenlijk weet ik dat echt totaal niet. Maar hoe, wat ik me dan afvraag, komt dat door, door een liedje wat je zingt? Ja, nou het was eigenlijk gewoon puur door het filmpje. Maar dat kennen ze toch helemaal niet te zien dat je arrogant bent? Nee, maar dat wordt dus wel gezegd. Dat het, misschien oogt het zo, ik weet het niet. En nog meer? Wat weten mensen nog meer niet van je denken? Dat ik moeder ben? Ja. Van twee kinderen? Ja, dat wist ik dus niet inderdaad. Nee. Ja. Moeder van twee kinderen? Ja, twee hele lieve kinderen. Ja. Ik hoorde laatst ook dat je tijdens je zwangerschap, dat het ook best wel mis is. Ja, klopt. Ik had een zwangerschapsvergiftiging. Ja, nou. Dus dat was echt kantje boord dat ik... Maar, ja. Het was of mijn zoon zou niet halen of ik, maar we hebben het allebei gehaald. Ja, dus ik woog 91 kilo. Ja, je hebt toch, ook nog wel een engeltje altijd ja. Twee zusjes samen op avontuur. Ja. Dat is vet toch? Heel vet. Op een of andere manier voel je wel de hele tijd als jullie met elkaar rondlopen of dat jullie... Veel diepere band hebben dan dat je in eerste instantie ziet. Of heb ik dat uit de lucht getrokken? Nee, dat klopt wel. Dat, weet je, dat is gewoon altijd al zo wel geweest. Kijk, want bijvoorbeeld mijn broer en ik hebben een hele goede band met elkaar. Mm-hmm. Ook een hele bijzondere band. Maar we kunnen bijvoorbeeld niet samenwerken. Oh ja. Kunnen jullie goed samenwerken, denk je? Nou, we doen het nu. Nu? Sowieso. Maar gaat het vlekkeloos dan? Nee, het gaat niet vlekkeloos. Het is niet dat wij... we hebben wel onze struggles gehad, maar dan vooral in meningsverschillen. Maar niet tegen elkaar gescholden en zo. Nou, wel boos geweest. We zijn wel boos geweest, maar we hebben niet... Ik heb er ook genegeerd een tijdje. Echt serieus? Nee, echt een paar dagen. Ja, heb je dat? Ja, ze is niet heel aardig geweest, maar ja. Dat hou je. Nee, maar ja, die band hebben jullie toch wel. Dus het maakt niet uit. Je kan dat af en toe doen toch wel met elkaar. Maar ja, maar weet je, het is ook een beetje zoeken naar elkaar. En omdat we elkaar gewoon heel goed kennen. Ja. Weet je, ik weet precies hoe ik elkaar op de stang moet jagen, zullen we zeggen. Op de kast moet jagen. Dus ja, dat doe ik dan ook regelmatig natuurlijk. Ja, dat weten ze precies, ja. We are still kids, but we're so in love. Fighting against us. Wat verwachten jullie van morgen? Nou, ik denk eigenlijk dat het een hele leuke en gezellige dag wordt. Gewoon waarin we met elkaar zingen en gewoon kunnen genieten van elkaar. Dat denk ik. Ja, ik denk dat ik wij allemaal gaan genieten. Ja, en met die band is gewoon heel erg tof. Ja. Ja. Dat gevoel is echt ook wow. Ja. Nou jongens, daar gaan we. Man's Cave, of is er wel 1024, ja toch? Ja, met alles om. Kijk. En hoe ga jij je morgen voorbereiden? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik nog even moet gaan oefenen. Dus ik heb mijn lader van mijn telefoon niet bij me. Iemand van de regie die leent mijn kabel. Dus ik denk vannacht of morgenochtend nog eventjes oefenen, want ik weet nog niet welke toonhoogte ik moet doen. Oké. Ja. Spannend. Nog eventjes bikkeren. En weet jij wel wat je gaat aantrekken? Nee, eigenlijk niet, nee. Nee? Nee. Dus ik moet nog even kijken. Ik heb iets met beige, dacht ik, maar... Ik moet nog even kijken. Ik heb ook niet zoveel bij me als jullie. Een handbagage. Ja. Dus ik heb niet veel covers, maar dat komt wel goed. Maak je veel covers of niet echt? Of ik veel covers maak? Nee, ik denk 1 per 2 maanden of zo. Hangt een beetje van als een leuk liedje uitkomt en ik denk, oh, dit is wel goed voor de markt. Of
voor mezelf heel leuk vind, dan kom ik er. Maar ik doe bijna nooit echt oude liedjes of zo. En waarom had je dit liedje gekozen bij Beste Zangers? Omdat ik wilde eerst Duur te lang doen, maar ik dacht dus dat heel veel mensen dat zouden doen. Dus ik dacht, dan doe ik wel voorbij. Ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Ja. Nou, ik denk dat het morgen heel spannend is en heel druk, denk ik. Maar ik denk dat het vooral echt belangrijk is om te genieten gewoon. En dat moment dat je op dat podium staat, dat je dan echt gewoon 100% ervoor gaat. Ja. Op het nu al succesvolle. Cheers. Kom er niet bij. Niet vallen, jongens. Okay. Ja, dronken zijn. Cheers. Cheers. Cheers.